Ik ga jou vandaag laten zien hoe jij een potje kan maken met papier-mâché eieren op gras. Ik ga jou eerst laten zien hoe jij papier-mâché lijm en papier-mâché maakt. Om te beginnen dan maak je papier-mâché lijm. Ik heb behanglijm gekocht bij de Praxis en het is een poederbehanglijm. En dat heb ik in het potje aangevuld met water en dan goed roeren. En dat werkt voor mij heel fijn. Ik koop eens in de 2 of 3 jaar koop ik dan een doosje. Ja, zeg maar ongeveer zo groot, zo'n doosje behanglijmpoeder. En nou ja, daar doe ik dus 2 of 3 jaar mee. Dus dat vind ik wel lekker goedkoop. En hij werkt voor mij heel erg goed. Om een octopusje te maken pak je een heel klein glaasje. Ik heb hem nu gevuld met water omdat mijn lijm is wat dikker geworden. Wanneer ik mijn lijm aanmaak, dan is die gewoon lekker dun en gelijk goed te gebruiken. Maar als ik hem een paar dagen laat staan, misschien kun je het een beetje zien, dan wordt hij heel dik. Nou, en ik heb dan dus geen zin om iedere keer weer extra water in te doen en te roeren. Doe ik wel als die bijna leeg is hoor. Dan maak ik dat kleine stukje weer aan met water. Dus dan pak ik nu een klein glaasje met water. En dan ga ik dus mijn eigen lijm voor mijn octopus aanmaken. Dat is handiger als ik nou een lepel had gepakt, maar zo werkt ook. Even kijken. Zo. Dan pak je wc-papier en je gaat je wc-papier in hele kleine stukjes scheuren en dat gooi je dan zo in je lijm en goed naar beneden duwen dat hij even lekker nat wordt. Zo, en dan goed naar beneden duwen en tussendoor de hele tijd blijven roeren. Want op een gegeven moment wordt het wc-papier die wordt dan zo nat. En als je dan gaat roeren, dan valt het goed uit elkaar en dan mengt het heel goed met het lijm in het potje, in mijn glaasje. Nou, dit is wat ik nu even de hele tijd ga doen. Ik ga even de camera stopzetten. Ik ga steeds wc-papier scheuren, in mijn potje doen en goed roeren. En als ik klaar ben, dan kom ik weer bij je terug, zet ik de camera aan en dan laat ik je zien hoe ik mijn octopus ga maken. Zo, dan is mijn lijm klaar. En, of mijn papier-mâché klaar. En hier ga je dan de eieren van maken. Het is eigenlijk net als kleien, maar dan met nat prut eigenlijk. Zo. Nou, dan maak je het even een beetje glad met je vingers. Dat maakt het dan straks weer wat mooier. Zo, nou en dan is 1 ei af. En zo ga je dus meerdere eieren maken. Je zet ze op een schoteltje en dan in de buurt van de verwarming of voor het raam, zodat het lekker kan drogen. Ik zet het even zo terug. Als de eieren gedroogd zijn, dan ga je ze dus verven. Het is leuk om ze in verschillende kleuren te verven. En ik heb een zakje gras gekocht. Nepgras eigenlijk. Een zakje nepgras. Nou, dat is leuk om dat dan als nest te gebruiken voor in de pot. Heb jij geen nepgras of kan jij geen nepgras vinden, dan zou je misschien ook gewoon van kleine stukjes reepjes papier of kleine stukjes reepjes kreppapier kunnen knippen. En dat ga je dan als nest gebruiken.
Ik hoop dat ik jou een idee heb weten te geven hoe jij zelf een leuk potje met eieren kan maken. Leuk als versiering voor Pasen of voor Lente. Wil jij meer ideetjes? Abonneer dan mijn YouTube-kanaal. Neem ook een kijkje op mijn website www.jufjannie.nl.